Mystic Brass. Gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrie Berends. Ja, ik was je toch net voor, hè? Ik had door dat je het wou proberen. Ja, ik dacht van nou, wellicht kan ik hem te vlug af zijn, maar nee. Ja. Nee, dat gaat je niet lukken. Ik ben erg wakker vandaag. Ja, en dat blijf je de aankomende week. Je blijft waakzaam, denk ik, deze dagen. Waakzaam. Laten we daar gewoon ophouden. Ja. Voor de mensen die zich afvragen wat er staat te gebeuren, is misschien wel even leuk om te noemen. Ja, want volgens mij hebben we dat er nog helemaal niet verteld ook, hè? Nee, maar die tijd gaat ook heel snel. Je had ook eigenlijk helemaal geen tijd om het te vertellen, natuurlijk. Nee, nou, laten we het daar gewoon ophouden. Want 9 maanden is ook zo voorbij, hè? Daarom. Het kan wel zijn dat Adrie binnenkort gewoon een aantal dinsdagen, ik denk een aantal, maar wellicht nou, dat hij na 1 keer al denkt van nou, ik ben blij dat ik weer even een uurtje tussenuit kan. Ik wou net zeggen, volgens mij ben ik zo snel mogelijk weer, hoor. Oké, maar goed, je wordt dus vader. Ja. En dat kan heel snel gaan gebeuren. Het punt van bevalling, daar komt met de dag dichterbij, hè? Als je erop kan rekenen, inderdaad, dat het passend is wat ze hebben aangegeven. Het kan natuurlijk eerder, het kan natuurlijk later. Ja, dat weet je niet. Maar ik weet 1 ding zeker, dat het elke dag weer een dag dichterbij komt. Dat is zeker zo. Ja. En dat vind ik toch wel bijzonder. Zondag is ze uitgerekend, dus ik heb nog even... Maar ja, het kan ook maar zo nu ineens gebeuren dat ik zo gebeld word. Dat zou heel bijzonder zijn, want dan heb je straks 2 verjaardagen te vieren om dan meteen dat bruggetje maar te maken. Ja. Want dan moet je de verjaardag van je vrouw vieren en van het kind. Want ja, ik weet niet wat het wordt. Jij ook? Ja, ik ook niet. Spannend? Ja, dat is heel spannend. Het viel ook niet mee trouwens, hoor. Als je dan zo'n echo hebt en dan moet je... Je ogen dicht houden. Ja, even op bepaalde momenten mag je even niet kijken, zeg maar. Ja. Ja. Ja, je moet niet kijken of je zeg maar slurven ziet dwarrelen door het beeld. Ja, nee, precies. Ja, lastig. Maar je viert vanavond dus ook nog de verjaardag van... Ja, nou kijk, het is dinsdag. Ja, dat klopt. Ja. En dinsdag is altijd muziekdag. Dus geen verjaardag. Nou, ja, het klinkt lullig, maar het is zo. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet gezegd. Ik ben blij dat je het zelf zegt. En, nou, ze weet het. Ze weet het. Ik heb het in goed overleg besloten. Ik denk dat ze niet luistert, dus dat scheelt. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Dus je kan het zeggen. Precies. En andere mensen die luisteren, die kennen mij wel beter. Hè? Die weten dat die ik een goed overleg beter. Heb gehad. Zullen we beginnen met een stuk muziek? Ja, ik vind het prima. Ik weet niet wat jij hebt klaarstaan. Ik heb iets van Kunst en Genoegen klaarstaan. Nou, dan beginnen we met deze. Oh, je bent er niet zo blij mee? Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Oké, nou. Nee, maar ik denk als ik jouw nummer daar zo zie en de cd hoest, dan denk ik, oh ja, nee, dat is een leuk nummer. Deze is ook leuk. We gaan luisteren naar de fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht, Brede Wapens, met Star Parade. Thank you.
Star Parade van Varenkorps Koninklijke Landmacht met brede wapens. Lekker nummertje wel, hè? Zeker, ja. Leuk om mee te beginnen. En past ook wel een beetje. Ja, mooi lekker weer erbij. Dus dan kan je ook wel wat lekkere, luchtige muziek gebruiken eigenlijk. Nou, dat vond ik ook. Terwijl het toch wel een statig masje is op zich. Klopt, ja. Maar ja, over het weer gesproken, deze week nog, hè? Ja, maar ik was even benieuwd, want jij hebt Sundert, heb je daar nog iets van gehoord? Want nee, ik heb zondag. Ja, dat was afgelopen zondag. En toen was het waaide het echt enorm hard. Dat klopt, ja. Nou, daar heb ik eigenlijk ook niet over nagedacht. Het enige wat ik gezien heb is een klein berichtje op Twitter. Dat zag ik nu net over de slopen van de wagens. Zonde is dat. Ja, ook. Dat vind ik echt zonde. Ja, ik snap wel, die dingen moeten natuurlijk gewoon een keer weg, hè? Dat is ook wel logisch, maar. Ja, dat is waar. Ik weet niet. Ja. Het klopt gewoon niet of zo. Maar dat is hetzelfde als, nou, dat is een hele kromme vergelijk. Die ga ik niet eens maken. Maar je moet nagaan hoeveel tijd je erin steekt om die wagens te maken. Ja. En het nadeel is, je hebt ze binnen 5 minuten waarschijnlijk gewoon weer vernield. Dat je er helemaal niks meer van ziet. Nee, inderdaad. Nou, kijk ook. Een grote kranen erbij. Het is in 5 minuten is weg. Is in ieder geval helemaal weg, ja. Dan moet je alleen nog de troep opruimen. Ja. Maar ik ben, nou ja, goed. We hebben geen berichten gehad over dat het niet door kon gaan vanwege de weersomstandigheden. Waar wij waren, regende het zo regelmatig. Dus ik hoop dat dat meegevallen is in Zundert. Dat hoop ik inderdaad ook. Je had net een stuk van KNG klaarstaan. Klopt, een leuk. Jij zei Spaans werk, hè? Ja. La Primitiva. En dat is van de CD Band Around. Ik weet trouwens niet of het echt Spaans is. Maar het heeft een beetje Spaanse klank in zich. Maar dat hoor je ook wel. Ja, nou ja, goed. Het zou qua. Ik weet niet of het textueel ook kan. Misschien is het ook wel Italiaans of zo. Ja, ik weet het niet. Dat zou ook kunnen, ja. In ieder geval rond die Middellandse Zee wel. Iets als dat onder Nederland en zo. We gaan er gewoon naar luisteren van Kunst en Genoeg uitleiden.
passend, hè, bij het weer. Ja, het is inderdaad lekker. La Primitiva. Een beetje zonnig en zo. Ja. Ik zit te denken, heb ik dat straks dan ook? Even. Oh, straks hebben we ook wel een nummertje wat wel lekker wel. Bij dit weer past. Dat zie je ook wel aan die cd voorkant, hè? Arizona. Ja, inderdaad. Een zonnetje op de achtergrond. Het leuke is dat dit voor concertband is, hè? Dan heb je toch een net andere bezetting als wat we vaak draaien. Dus ja. Dat is wel leuk. Maar dat zometeen dus. Eerst nog even een Wezepsnieuwtje, inderdaad. Want de Van Limburg Stierumkorpsen die zijn inmiddels weer uit de startblokken. En nou ja, goed. Uit de startblokken, wat bedoelen ze dan? Nou ja, de vakantie is voorbij. Er is weer begonnen aan het seizoen, het naseizoen. En nou ja, in ieder geval gaan de junioren zich voorbereiden op een marsconcours in Schiedam. Dat komt natuurlijk ook al snel dichterbij. Dat komt ook al dichterbij. Dat is normaal altijd in november, meen ik. Ja. Dus ik ga ervan uit dat het nu ook zo is. Ja. Maar daar zullen zij in ieder geval zich gaan meten met de top van Nederland. Nou ja. Dat ben ik heel benieuwd naar natuurlijk, wat daaruit gaat komen. En ook de senioren zijn druk bezig met de voorbereidingen van het WMC. Nou ja, de onderdelen mars en show zullen zij gaan doen. En zij komen uit in de championship division. Dus, dat is de hoogste. Het hoogste, ja. En is het ook al bekend wat ze gaan doen met show? Is dat de nieuwe show die ze nu draaien? Nou, de show, weet ik toevallig, is het product wat ook in Assen is laten zien. De Blue Emotion. Alleen met her en der wat aanpassingen. Tuurlijk. Heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen. Ja, dat heb je al anders gerepeteerd. Wat die aanpassingen zijn, weet ik trouwens niet. Oh, dat moeten jullie nog gaan instuderen. Ja, dat moet allemaal nog komen. Want ook de mars trouwens, voor het WMC, die gaat nog komen. Die gaat later dit jaar op de lessenaar verschijnen. En nou ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Dat dus over de senioren. En dan heb je natuurlijk nog het onderdeel, het podiumorkest. En nou ja, dit jongste onderdeel, ondanks de naam die het misschien doet vermoeden, die blijft ook niet stilzitten. Want ze hebben afgelopen jaar... Ik denk het wel, toch? Dan rennen ze weg op podium. Wel, maar toch niet. Ja, dat is een beetje een rare woordspeling. In ieder geval hebben zij een mooi resultaat gehaald bij het Van Dedum Festival in Dedumsvaart afgelopen jaar. En nou ja, goed, dat smaakt natuurlijk naar meer. Dus ook zij zijn gedreven van start gegaan en streven naar een hoger muzikaal niveau. En wie weet gaan we binnenkort weer ook van dit onderdeel het een en ander aan nieuws horen. Ik ben heel benieuwd inderdaad. Ja, en ik zei al, we hebben nog meer muziek die best wel aansluit bij dit weer. En die komt van de CD Arizona, zoals jij al zei. Clap your hands and stamp your feet. Ja, de stampen hoor je niet zo goed. Nee, de stampen hoor je niet zo goed. Maar we gaan er in ieder geval naar luisteren. De beste Havabra-muziek bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties, mail of twitter ons. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass.
Nou, clap your... Oh. Ja, dat vind ik nou jammer. Wat dan? Jij wou een jingle tussendoor doen. Ja. Nou, dan moet ik even stil zijn. Wacht even. Laten we dat even overdoen. Ja, ik kan even verder gaan. Nee, maar dat kan wel. Kijk, dat doen we gewoon zo. Ja, komt-ie. Dit is Ballistic Brass. Het programma voor al uw HaFa-Bra-muziek. Ja, dat was beter zo. Ik dacht van ja... We knippen gewoon dat andere eruit. Heel goed. Ja, we hebben ook... afgelopen week heb ik het niet op Twitter aangekondigd. Dus als mensen nu invallen, denken ze van... Wat luisteren we nu eigenlijk, hè? Ja. Dus af en toe voor de naamsbekendheid weer even na 6 weken pauze... zo'n jingle ertussendoor. Altijd goed natuurlijk. Dus bij deze. Ja. Ja, inderdaad, tussen 6 en 7 op de dinsdagavond hoor je natuurlijk gewoon weer Ballistic Brass. En mocht je nou nieuwsberichten hebben van jouw club waar je bij zit, of mocht je het van horen zeggen hebben, geef het aan ons door, ballisticbrass@hotmail.com of anders via Twitter, @ballisticbrass. En dan kunnen wij het ook noemen in onze uitzending. Want... Ja, bijvoorbeeld van DVS, hè? Die, die hebben namelijk veel belangstelling gehad. Belasting, wou ik bijna zeggen. Ja, ik dacht ook. Ja, nee, veel belangstelling. Zo, op hun promotiedag en bij de jeugdtap toe. En dat is natuurlijk altijd goed om te horen, hè? Want ik vind zelf altijd de jeugd heeft de toekomst. En dat is altijd makkelijk zeggen. Maar dan moet je er ook nog wat mee doen. En ik denk op zo'n manier met zo'n jeugdtap toe bijvoorbeeld, hè, dat echt wel goed werkt. Denk je dat? Nou, dat denk ik echt wel. Je bedoelt voor andere jeugd aanspreken dat ze ook komen? Ja, dat ze eens komen kijken hoe dat dan is. Nou ja, nu moet ik zeggen, daar in de Randstad is dat natuurlijk allemaal wat dichter bij elkaar. Hè? Zoals Katwijk en Rijnsburg. En dat ligt allemaal vrij kort op elkaar. Maar zeker iets moois. Ja, en... de Katwijkse bevolking en ondernemers die steunen DVS altijd. En door samen te werken versterk je elkaar in goed overleg met de ondernemers. Waren de plekken van activiteiten bepaald. Nou, dat lijkt mij een tweede goede ding. Hè? Dat je, dat je gewoon goed overleg hebt met ook... hoe noem je dat? De middenstand. Ja. De middenstand. Hè? Ja. Dus die heb je uiteindelijk als vereniging natuurlijk ook nodig om je vereniging draaiende te houden. Want laten we eerlijk zijn, het is niet goedkoop om een muziekvereniging draaiende te houden. Want het gaat iets verder natuurlijk dan af en toe een nieuw muziekstuk aanschaffen. Of een uniform. Zeker, ja, dat inderdaad. Dat heb je mee te maken. En het komt toch altijd wel weer ook op bedrijven aan en acties die worden gedaan. En dan is het ook goed dat je een promotiemiddag hebt en... de jeugd enthousiast maakt om in ieder geval bij je te komen kijken. En natuurlijk daarna ook hoopt dat je ze zodanig geenthousiasmeerd hebt dat ze ook blijven komen en dat ze mee gaan spelen. Ja, nou ja, kijk, en dat hebben ze wel goed voor elkaar gekregen. Want na het succes van eerdere promotieactiviteiten hebben naast een nieuw lid voor de Big Band opnieuw 12 jongens zich aangemeld voor nadere kennismaking met DVS. Dus dat is absoluut een mooi aantal weer. En volgens mij weer goed voor de toekomst. Ik ben dan alleen wel benieuwd, hè, zoals voor de vakantie hebben we gezegd ook, hè, dat Flora met meisjes aan de slag gaat. Ik wou net zeggen, ja. Hoe lang heeft de jongensvereniging nog de toekomst? DVS, KNG? Ik denk dat je het wel in stand kan houden. Maar ja, dat is... je zult misschien wat harder moeten trekken om iedereen erbij te krijgen. Ook nieuwe mensen erbij te krijgen. Dat zou maar zo kunnen. Aan de andere kant, ja, je weet het niet. Eén voordeel waar je in ieder geval niet mee geconfronteerd zou worden, is dat in één keer je hele korps niet aanwezig kan zijn vanwege zwangerschapsverloven. Nou, dat scheelt wel een hoop. Maar ja, goed, de man zal toch ook deels bij zo'n bevalling en zo moeten zijn. Dat is waar. Ja. Maar of je nou 4 maanden zeg maar eruit bent, of 2 dagen. 2 dagen, ja. Laat staan dan misschien 2 keer een rip. Nou, oké, laten we 2 weken zeggen. Ja, dat is toch... wel een heel verschil. Maar goed, dat neemt niet weg dat het helemaal... ik bedoel, ik vind het ook altijd wel leuk zo'n gemeend korps om te zien. Want dat geeft natuurlijk ook alweer een andere uitstraling naar buiten toe. Absoluut. We gaan luisteren naar de Band of the Belgian Air Force. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken dit nummer van gewoon van vroeger. Maar ik weet niet hoe het klinkt. En het is A Wider Shade of Pale. Ken je hem? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Wie kent hem niet? In dit geval dus uitgevoerd door onze Belgische buren. En we gaan daar naar luisteren.
Ja. Dat, Why the Shade of Pale. Ja, dat is ook een leuk nummer. Ja, ja. Je bedoelt de originele versie? Nou, ja, nee, dat, ja, voor af en toe vind ik dit wel leuk om te luisteren. Ja, is het leuk. Het is niet mijn genre. Nee, maar inderdaad wat je zegt, zo af en toe... Je hoort hem ook niet zo heel vaak meer op de radio. Mocht je hem willen opzoeken, Procol Harum, dat is in ieder geval de artiest. Maar een leuk nummer, tenminste zo voor op zijn tijd om hem een keer te draaien en te horen, vind ik. Hetzelfde als jij met je doedelzakken. Hè? Ja, nou, daarover gesproken inderdaad. Mensen die weten dat dan niet altijd. Maar zo tussen de nummers door, dan praten we hier zo ook eens wat. Dat, hè? Kan. Dat kan gewoon. Dan zetten we de microfoon uit en dan praten we eens wat. Ik heb altijd op Spotify, heb ik altijd Discover Weekly playlist. En dat is dat jij wekelijks wat ontdekt? Nou, dat is een lijst of zo, die vanuit Spotify, zeg maar, geregeld wordt. En die ideaal past zich aan elke week aan mijn muzieksmaak. Dus op basis van alles wat ik door de jaren heen heb geluisterd en zo, krijg ik een soort van voorstellijst. Zo van, nou, probeer dit eens of probeer dat eens, weet je wel. En er zitten ook wel eens nieuwe nummers bij. Daar zitten ook wel eens nieuwe nummers bij. En onder andere zat daar nu dit nummer bij, wat ik je zo meteen ga laten horen. Ik ben normaal, allergisch wil ik niet zeggen. Maar doedelzakken zijn voor mij echt een instrument waarvan ik denk, dat is voor 5 minuten leuk. En dan moet het zo snel mogelijk stoppen. Dan ben je ook al wel een heel nummer verder met 5 minuten. Ja, dat klopt. Ik vind en dan een half minuut altijd al een beetje gaan zeuren in mijn oren, maar goed. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En als dat dan ook nog in combinatie is met het nummer Highland Cathedral... Nou, dan kap ik echt na 2 seconden. Want dat vind ik een van de meest verschrikkelijke nummers om te horen of om te spelen. Want hij wordt nog wel eens regelmatig in een finale gespeeld. Maar dat vind ik een van de meest verschrikkelijke nummers om dan te luisteren. Ook nog in combinatie met een doedelzak. Maar je vindt het nummer verder wel mooi? Het nummer, ja, het komt me gewoon een neusgaat uit inmiddels. Omdat te vaak gehoord. Ja, te vaak gehoord. Okay. Maar 3 keer raden wat er in mijn playlist stond deze week. Nou ja, waarschijnlijk een ander nummer. Iets van een Tokyo Coast Wind Orchestra, denk ik. Dat had ook. Die staat er inderdaad ook in. Kunnen we straks ook nog luisteren. Ook een leuk nummer. Maar nee, Highland Cathedral stond dus in mijn lijst. Wat verrassend. Dus laat het nou ook nog op nummer 1 staan. Hè? Dus daar begon mijn playlist mee. Nou, dan heb je het al gelijk. Maar deze versie... Maar ik toen dacht... zag jij ook nog... De doedelzakkenist zag je links op het albumhoesje staan. Ja, die zag ik ook nog staan, maar je hoort het bijna direct. En ik ga je hem straks laten horen. Dit is echt nog wel een versie waarvan ik dacht, hey, dat is nog wel leuk. Sterker nog, ik ga hem op de radio laten horen. Dus dat zegt ook wel iets natuurlijk. Want ik had dat dus bedacht toen ik hem hoorde. Ik denk, die moet ik dinsdag even laten horen. Dit is echt een mooie versie. Ik ben benieuwd. Gaan we naar luisteren. Nadat we naar het andere nummer hebben geluisterd, wat we niet vaak draaien. Maar wat ik toch eigenlijk ook wel de moeite waard vond. Dat hoor je toch ook best wel vaak bij Taptoes? Ja, die hoor je standaard bij Taptoes. Highland Cathedral eigenlijk niet altijd, maar deze wel. We hebben het niet over het Wilhelmus. We hebben het ook niet over het Taptoes-signaal. Maar we hebben het wel over het nummer wat dan nog overblijft in de finale. En dat is Abide With Me. En ik vind zelf altijd een prachtig nummer om te luisteren. Mooi koraal. En deze uitvoering is van het Reunisten Matrozenkapel. Abide With Me. Muziek bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties mail of twitter ons. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass.
Nou? Ik kan met je indenken dat dit wel een nummer is dat je echt wil afhoren. Hij boeide wel. Ja, hè? Ja. Nou, dat had ik dus ook. Ik was hem aan het luisteren en aan het begin denk je, oh nee. Highland Cathedral. En dan denk je, maar ja, het is wel iets andere versie dan normaal. Want er zit iets meer body in of zo. Ik weet niet wat. En dan luister je verder en denk je, nou, er gebeurt ook echt wat. Ik dacht eerst, we zitten in december met kerst. En dan zie je ook nog op de achtergrond bij jou inderdaad wat sneeuwvlokjes vallen. Ja, of wat sterretjes, ja, inderdaad, ik weet het niet. Maar wat je zegt, het was totaal. Mooi. Ja. Mocht je hem na willen luisteren, want het kan, hè. Als je nou zit te luisteren en je denkt van, oh, dat is wel een mooie versie, wil ik ook nog eens een keer horen. Nou ja, als je zoekt op Highland Cathedral op Spotify in ieder geval, ga je hem vastvinden. Deze versie is van The Royal Scots Dragoon Guards. Uh-huh. Dus mocht je het onthouden, dan kun je die terugvinden. Ja, en daarvoor dus een Abide With Me versie. Niet al te zuiver, maar het is van het Reunisten Matrozenkapel. En als je dan de voorkant bekijkt, kan je ze niet kwalijk nemen. Dan kun je ze dat niet kwalijk nemen, toch? Die mannen, het is ook al een oude CD, joh. Die zijn er lang niet meer. Ja, ook dat. Ja, ik denk inmiddels dat ze inderdaad allemaal... Die zijn nu wel met pensioen. Ja, nou, dat wou ik zeggen. Maar ik zei net al achter de schermen tegen je. Eigenlijk hadden we deze, vind ik tenminste, hadden we deze erachteraan moeten draaien. Ja, ik was niet echt een voorstander. Nee. Nee. Maar toch... Niet zozeer dat ik er tegen ben. Nee, maar als je dit luistert, deze versie is dan wel weer een keer leuk. De inleiding. Maar daarna dacht ik van, nou, ik ken ze beter. Qua gezang. Ja, dat is wel waar. Maar ja, dit is natuurlijk... Kijk, hier houdt het dan op, hè? Goed. Kijk, je kan ervan houden. Maar dan zou ik zeggen, luister één keer op de zondagavond of iets dergelijks. Dan komt hij ook nog wel eens een keer. Als de koningin of jarig is geweest, de koning, dan draaien ze misschien nog wel. Ja, dan weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Voorheen was dat vroeger altijd, hè? Als je dan op Koningsdag, dan werd volgens mij om 7:00 ochtends of zo, was het standaard, dacht ik, dat het Wilhelmus werd gedraaid. Op de radio? Op de radio, ja. Oh, serieus? Maar zo vroeg was ik nooit wakker. Dus. Ik ook niet, maar ja. Weet je dat dan? Ik denk dat ik het toch een keer gehoord heb. Ja, dat zou kunnen, ja. In ieder geval, dat gaan we niet afdraaien nu. Lijkt me tenminste verstandig. Hey, zullen we die andere nog even draaien uit de playlist? Of wouden we eerst even een... Ja, dat vind ik ook goed. Dan gaan we gewoon even naar het zomerse weer. Ik ga niks zeggen. Ja, dat is helemaal goed. Gentlemen, this is Mambo number 5.
Ja, dat was natuurlijk Mambo Number 5. En ja, iedereen kent hem denk ik nog wel van Lou Bega. Maar in dit geval dus uitgevoerd door brassband Willebroek. En, ook leuk. Wat? Nou, wat jij zo in één keer er doorheen fluit. Nou, mag dat niet. Je was toch daar? Ja, nee, maar ik bedoel, het is leuk. Ja, dit op de achtergrond. Ja, dat vond ik ook wel. En zeker met het nieuwsberichtje wat ik voor mijn neus heb. Toch? Vertel. Want zaterdag 10 september... Aanstaande zaterdag dus. Dat is aanstaande zaterdag. Dat heb je heel goed. Uh-huh. Dan is de open dag weer in Sneek van de Advendo Corpsen. En ja, daar kun je dus je een dagje vermaken, om het maar zo te zeggen. Wat kun je doen dan? Ja, wat kun je doen? Van alles is er te doen. Het is in ieder geval van 9:30 tot 1:00 in het gebouw van Advendo aan de Korte Vreugde. En nou ja, ik hoop dat het niet voor korte vreugde is. Het zal vast geen korte vreugde zijn. Ja, nee. Ja, eigenlijk is 9:30 tot 1:00 wel kort. Is niet lang, maar daar kan je best lange vreugde van plezier hebben. Dat wou ik zeggen. Nou, dan vanaf dat moment zijn in ieder geval kinderen vanaf 5 jaar welkom om eens te kijken wat Advendo is, wat ze doen, wat er allemaal te krijgen is enzovoort. Met bijvoorbeeld het Wie weet het meest over Advendo-spel. Daar zijn natuurlijk leuke prijzen mee te winnen. Je hebt een pak en doe kliniek. En ja, de kinderen kunnen daarin kennis gaan maken met onder andere de rifles, vlaggen, blaas- en slaginstrumenten. Op de foto gaan in een Advendo-uniform. En ja, ondertussen kunnen ouders dan een lekker bakje koffie krijgen of even door het vernieuwde clubgebouw heen lopen. Ja, en daarin zijn natuurlijk de verschillende trainingsruimtes te bezichtigen. Dus dat is allemaal aankomende zaterdag. En dan vanaf 2:00 dan zullen de Music and Show Kids, Jong Advendo en de Tot 2000 band zich presenteren in de binnenstad. Met als centraal punt middelpunt de Fruitmarkt. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, jammer dat we niet zo dichtbij wonen. Ja, nu kan ik zaterdag inderdaad helaas niet. Maar ik denk wel dat het echt gewoon leuk is. En mocht je nou willen weten wat bijvoorbeeld de ronde is van de korpsen, dan kan je ook even op korpsmuziek.nl kijken. Daar staat hij uitgeschreven onder het nieuwsbericht van Open Dag Advendo Korpsen Sneek. En ja, mocht je zaterdag nog niks te doen hebben, ik weet niet wat voor weer het wordt. Hopelijk voor de korpsen daar ook nog gewoon lekker weer om dit nou, allemaal te gaan doen. Ja, nou inderdaad. Hey, muziek. Want dat lijkt me wel weer een goed ding. Zullen we dan nu dat andere nummer draaien? Ik weet alleen niet hoe ik het uitspreek. Ja, dat zijn Japanse tekens. Ja, dat klopt. Ja, waarom Japanse en geen Chinees? Dat is ook nog zoiets. Ja, dat weet ik ook niet. Maar het ziet er aardig Chinees-achtig uit. Ja, Japans, hoe je het ook. Het zijn in ieder geval rare tekens. Maar ik gok dat ik wel een vermoeden heb. Waarschijnlijk staat er iets in de geest van Don't Stop Me Now. Denk je dat ook niet? Ik weet het zeker.
mist toch eigenlijk een soort eind, hè? Vind ik. Nou, het loopt langzaam af. Ja, het is natuurlijk echt Don't Stop Me Now, uitgevoerd door het Tokyo Kosei Wind Orchestra. En als jij er soms wel eens niet bent, dan vind ik het altijd zo leuk om daar een cd van te hebben. Ja. Want ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind het altijd wel kwalitatief goed uitgevoerd. Kwalitatief werken. Is dit bijzonder goed, maar dit zijn ook orkesten, daar kun je gewoon niet aan tippen. Dat is echt. Dat is natuurlijk ook de discipline die ze daar in het oosten gewoon enorm hebben. Hey, alles gebeurt daar gewoon heel gedisciplineerd en ik verwacht dit ook. Maar ja, de vraag is in hoeverre dat dan nog vrijwillig is daar, hè, natuurlijk. Als je er eenmaal, ja goed. Ja. Ze hebben daar ook van die kinderorkesten. Hè? Ik durf het gewoon geen jeugdorkest te noemen, maar echt van die kinderorkesten. Mm. Dat je echt denkt van, als je je ogen dicht doet en je luistert, dan is dat gewoon zo volwassen van geluid. Dat is gewoon niet normaal. Maar misschien trainen die ook wel gewoon 12 uur per dag. Ja, dat zou kunnen, maar die kinderen moeten toch ook naar school? Ja. Als je muziek kan spelen. Ik weet niet hoe ze het daar geregeld hebben. Maar ja, weet ik ook niet. We kunnen er wel van genieten. En dat is dan dat zeker. In dit dat geval ook, wel weer een voordeel. Absoluut. En dat is ook wel belangrijk. Ja, en nou ja, goed. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ik zeg expres bijna. Want we hebben nog even een nieuwsberichtje. En natuurlijk nog een laatste nummertje. Dus, aankomende zaterdag is er ook de Taptoe in Heerenveen. En nou ja, goed. Dit zal gaan plaatsvinden weer op een historische locatie met een groot aantal vaste bezoekers inmiddels. Ja, en dat is als het goed is in het centrum daar van Heerenveen. De organisatie heeft in ieder geval weer zijn best gedaan om een mooi programma samen te stellen. En is daar ook aardig goed in geslaagd volgens mij. Want Mercurius uit Assen kun je daar onder andere zien. Maar ook bijvoorbeeld de Rijnmond Band uit Schiedam. De Bicycle & Showband Crescendo op Ende. En Mallet & Percussion Band uit Rhenen. Nou ja, deze korpsen gaan in ieder geval voor een afwisselend programma garant staan. En nou ja, zullen het publiek, als het goed is, door de combinatie van muziek en show gedurende de middag kunnen gaan entertainen. Dus wat dat betreft moet dat volgens mij helemaal goed komen. Om 2 uur begint deze Taptoe. En hij is ook bovendien trouwens gratis toegankelijk. Dus nou ja, mocht je even geen geld op zak hebben, geen probleem. Maar je kunt gewoon gratis bezoeken. Dus dat gaat helemaal goed komen op het gemeenteplein. En ik weet niet zeker, maar klopt het nou ook zo dat de Taptoe in Delft dan er is? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Is dat nu ja, al? Ja, kijk, dat is wel 9 in deze, en 10 september. Ik wil zeggen, dat is wel altijd in deze tijd. Ja. Aanstaande vrijdag begint het dus en zaterdag is het ook nog zo. Dan hoor je dus, of dan kan je naar Delft toe en dan is daar de Taptoe www.taptoedelft.nl. Daar vind je ook de informatie over de Street Parade. Die begint om 12 uur in de binnenstad van Delft. En de route die staat ook online. En ze hebben natuurlijk ook een mooi programma samengesteld, denk ik zo. Even zien, wat hebben we in de deelnemers? Nou, dan is Kunst en Genoegen uit Leiden door Vriendschap Sterk uit Katwijk. Showcorps Lijnengaarde uit Duitsland. Dan hebben we nog het Militaire Jachthoorn en Tamboerkorpsen uit Nederland. De Blaasbalgen uit Leidschendam. Het 194ste Regiment Pontoon Bridge, I don't know, from Ukraine. Ga je ze allemaal noemen? Nou, nee hoor, want we zijn er al bijna, denk ik. Drumvervaren Example uit Empel natuurlijk nog. En dan heb je ook nog een aantal personen erbij staan. Ja. Ik weet niet wat Rob Balfort komt doen. Komt hij zingen? Misschien wel trompetje spelen, ik weet niet. Oh, kijk. Ja, het zou kunnen. In ieder geval op www.taptoedelft.nl veel meer informatie. En de kaarten die zullen wellicht ook nog wel te koop zijn voor deze mooie Taptoe. En hij wordt denk ik ook wel weer opgenomen. Daar ga ik wel vanuit, ja. Tenminste, niet voor tv denk ik, maar wel weer voor eigen verkoopdoeleinden waarschijnlijk. Zeker de moeite waard. Tenminste, ik zeg niet voor tv. Ja, ik weet het niet, want ik kan me samen iets bij dat ze vorig jaar of daarvoor dat ze hem een keer uitgezonden hebben op Nederland 2. Ja, dat zou inderdaad Nederland wel eens kunnen. 2. Maar ja, voor hetzelfde geld doen zij het allemaal in eigen beheer en koopt de NPO het van ze. Ja, ik weet het niet hoe het gaat. In ieder geval een mooie Taptoe om ook in de agenda te noteren om wellicht naartoe te gaan. En op de achtergrond, je wou nog wat zeggen. Nee, ik wou absoluut niks zeggen. Nee, ik wou misschien alleen dan nog even zeggen dat het laatste nummer op de achtergrond te horen is. Want dat wou jij al zeggen, dus ik dacht, nou, dan zeg jij dat. Dit is van de fietsende band uit Opende.
crescendo te zien. Dus in Heerenveen, in de historische binnenstad. Ik wist niet eens trouwens dat het een historische binnenstad was, Heerenveen. Maar goed, ja, dat zou heel goed kunnen. Met het nummer De Bestemming. Dus als je nog geen bestemming hebt voor aanstaande vrijdag of zaterdag, ja, dan kan je in ieder geval naar Heerenveen of naar Delft. Daar twee mooie tattoos op het programma. En wij zijn de volgende week weer. Althans, ik zeg wij, maar voor hetzelfde geld sta ik hier alleen. Dat zou kunnen, ja, ja, ja. Maar dan mag je altijd even bellen natuurlijk. Dat ga ik niet doen, want ga ik je gewoon heel veel succes en sterkte alvast wensen bij alles wat er gaat komen. Dat is wel een wereld van verschil gaat het maken, joh. Ja, dat is misschien niet. Eruit en dat soort dingen meer. Oh, maar daar heb ik een vrouw voor, toch? Dat is waar. goed, we gaan er denk ik maar snel vanuit, want anders dan leeft het nog hele vervelende discussies op thuis. Ja. Voor iedereen een fijne avond en mocht je nog nieuwsberichten hebben, twitter ons gerust, @ballisticbras. @ballisticbras Twitter en ballisticbras@hotmail.com. Dan nemen wij de nieuwsberichten mee voor een Nederlandse uitzending. En volgende week dinsdag 13 september, dan zijn we er weer vanaf 6 uur op Loco FM. Wat mij betreft, tot dan. En wat, Adrie? Ja, ook tot dan. Hoi, hoi.